Je bent op zoek naar een nieuwe baan en je denkt bij jezelf: is werken als callcentermedewerker iets voor mij? Heb jij een goede telefoonstem? Ben je enthousiast? Kan je mensen overtuigen? En vind je het leuk om producten en of diensten te verkopen? Dan is werken als callcentermedewerker wel iets voor jou. Zodra je bent aangenomen in het callcenter, begin je in eerste instantie met een interne training. Deze bestaat uit een verkooptraining. Tips en tricks om te verkopen. Producttraining. Hierbij leer je alle ins en outs van het product of de dienst waarvoor je gaat bellen. Compliance training. Welke regels je aan moet houden als callcentermedewerker. Oefenen aan de telefoon en meeluisteren met je collega's. Na deze training kan je officieel gaan beginnen. Je zoekt een vrije werkplek op tussen al je collega's. In een callcenter werken altijd mensen van verschillende leeftijden en culturen. Zodra je een plekje hebt gevonden, zet je jouw headset op en log je in. Op alle PC's zit een software systeem met een telefooncentrale. Deze belt automatisch, terwijl jij en je collega's in de wachtstand worden gezet. Zodra iemand opneemt, wordt deze doorverbonden naar jou en zie je op je beeldscherm staan wie je aan de telefoon hebt. Deze persoon probeer je dan te overtuigen om een product of dienst van je te kopen. Er zijn vaste scripts waar je je aan kan houden, maar meestal is het belangrijk eerst een band met de klant op te bouwen zodat hij of zij het je gunt. Je bent dus vrij om zelf te bepalen hoe je je gesprek indeelt. Een telefoongesprek met iemand die interesse heeft duurt snel langer dan 10 minuten. Je hebt het vooral over voordelen en je beantwoordt de vragen die de persoon aan de andere kant van de lijn heeft. Als iemand wil overgaan tot het aanschaffen van een product of dienst, ga je de gegevens in het systeem controleren en aanvullen met ontbrekende gegevens. Omdat het om een mondelinge verkoop gaat, moet er bewijsmateriaal van zijn. Hierbij worden onder andere de persoonsgegevens, soort contract of aankoop en mogelijke contractduur mondeling toegelicht aan de klant. En de klant bevestigt dit door ja te zeggen. Dit wordt op band opgenomen om eventuele misstanden in de toekomst te voorkomen. Na het afronden van de bandopname hang je op met de nieuwe klant en heb jij je eerste deal gescoord. Na het vieren van je deal heb je nog een aantal administratieve afhandelingen in het systeem. En daarna ga je automatisch weer de volgende klant bellen. Het duurt dan weer 30 à 40 seconden voordat je de volgende persoon aan de telefoon hebt. 9 van de 10 telefoontjes die je voert, duren korter dan een minuut. Dit omdat veel mensen geen zin of tijd hebben om telefonisch iets te kopen. Als iemand geen tijd heeft, kan je nog proberen een terugbelafspraak te maken. Mocht diegene het niet prettig vinden om gebeld te worden, kan je deze doorverwijzen naar het Bel mij niet-register. Maar neem het vooral niet persoonlijk op. Je haalt je plezier uit de gesprekken waarbij de klanten wel interesse hebben in jouw dienst of product. Tijdens je werk word je constant begeleid door een teamleider. Deze luistert sommige gesprekken terug en geeft je tips om ervoor te zorgen dat je nog makkelijker en beter kan verkopen. Net als je collega's heb je targets. Als je deze haalt, kan je bonussen of leuke prijzen verdienen. Callcenters zijn vaak overdag, in de avond en het weekend open. Je kan dus flexibel part-time of fulltime werken. Dit werk is dus ook ideaal te combineren met een studie of met naar schoolgaande kinderen. Ben jij? Commercieel en overtuigend? Heb je een prettige telefoonstem? Ben je enthousiast en vind je het leuk om te verkopen? Kan je goed luisteren? Dan is werken in een callcenter. Echt iets voor jou.